is Michiel. Mijn naam is Celine. En vandaag hebben we echt superleuk nieuws. Inderdaad. Want wij zijn in Rozenbroeken in Gent. Ja. En wij gaan onszelf eigenlijk opsluiten in dit subtropisch zwemparadijs. Inderdaad, het is echt super cool. Want we zijn hier zo super veel glijbanen en zo. Ik zie het echt zitten. Ik zie het ook super hard zitten. En we gaan jullie natuurlijk meenemen in alle glijbanen, in de wildwaterbanen, overal. Maar voordat we jullie meenemen, moeten jullie deze video eerst liken. Ja. Want wij gaan voor... voor 6000 likes. 6118 likes. Oké, 6118 likes. Alright, en we gaan even de deurtoren die op slot is. Ja, inderdaad. Kom maar mee. Het buitenzwembad is al gesloten, want het zwembad is gewoon gesloten. Hier liggen alle zwembanden. Het is redelijk donker. En hier is Celine. Hey. Heb je er zin in? Ik heb er super veel zin in. En daar is de deur. Die ons naar buiten leidt, maar niet aankomen, want anders gaat het alarm af. En naast ons zijn er glijbanen, dus ik weet niet of jullie ons goed horen. Gaan we eraan beginnen? Ja, let's go. Er zijn hier 4 glijbanen. De eerste is de Red Viper. De tweede is de King Cobra. De derde is de Green Mamba. En de vierde is de Wild Waterbaan. We gaan dat gewoon doen, hè? We gaan alles doen. Let's go. Hey. Er is hier ook een buitenzwembad. Het is nog licht nu. Het is eigenlijk 8 uur ongeveer. Ja, zoiets. Dus, maar het is echt wel super koud hier. Ja, amai. Dus we gaan eens voelen naar het water. Oh, wat is echt wel koud. Ik ga eens voelen. Dit is Sava. Sava? Sava. Gaan we gewoon samen erin springen? Ja, dat is goed. Okay. Kan je de handdoek wel? Ja. En waarom heeft Celine altijd een handdoek bij? Mochten jullie zich dat afvragen? Dat is heel simpel. Als de GoPro zijn spatjes heeft, dan doen we dit. En dan is de, en dan is de GoPro... Ja, maar nu is hij niet proper, hè. Ja, nu is hij denk ik proper. Ja. In 3, 2, 1, go! Oh, Sava? Maar ik wist niet hoe diep het was. Och, arme! Dus ja, maar het is niet diep, hè? Nee, het is niet diep. Dus ik dacht, als het misschien maar een meter diep is, ga ik zo de grond raken. Ja, ja, och, arme. Dat is oké. Oh, zou het mogelijk zijn om onder water een kus te geven? Gaan we dat proberen? Ik moet aan mijn neus vasthouden. Ja, maar dat lukt wel. Oké. Okay. Ga je kijken of niet? Ja, we moeten wel, hè. Doet dat niet pijn aan je ogen? Ja, maar het gaat moeten, het gaat moeten. Oké, okay, even dan. Klaar? Ja. Go. Maar jij doet zo. Mijn hand zat in de weg. Kan je je hand niet even loslaten? Maar dan komt er allemaal water in. Zo? Ja. Oké, ja, dat is goed. Klaar? Ja. 3, 2, 1. Ongeveer. Doe eens een hairflip. Oké, klaar? Ja. Oh, ik dacht wel dat het al een goeie was. Was die goed? Ik denk het wel. Onder water, 3, 2, 1. Flip. Ja. En dan zou het terug boven komen. Ik kan wel niet lachen onder water. Nee? Ik ga proberen lachen onder water. Ja. Ga je mee lachen? 3, 2, 1. Heb je gelachen? Ik heb geprobeerd. Ik ook. En daar zie je dus de glijbanen. Ja, inderdaad. Oh, het is hier wel leuk. Het is hier super leuk. Maar jij bent altijd gelukkig als je het water hebt. Ja, dat is waar. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik vind dat zo leuk. Wow. Wow. En dit is wel echt leuk, want we moeten hier dus overstappen. Oh. Oh. Hoppa. De King Cobra en hier de Green Mamba. En oh, waar is ze nu? Oh, daar. Ik dacht dat hij al weg was. Maar welke gaan we nemen? Die Green Mamba, ja. Oké, okay, gaan we samen? Ja, gaan we samen. Let's go. Dit is dus de bus. En we gaan over. Go. Oh, 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 dat is echt wel leuk. Ja. Oh, 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 oh. Oh, dat was echt wel leuk. Dat was super leuk. Oh. Gaan we de volgende? Ja, de volgende. Ik kan niet wachten.
Oh, we zijn hier gewoon alleen. Dit is super zalig. En we komen uit aan de wildwaterbaan. Ja. Dus we gaan dat gewoon doen, hè. Inderdaad. Wow, wat is dit allemaal? Dat ziet er zo eng uit. Nee, dit is volledig een wildwaterbaan. Wow, dat is echt super groot. En Celine komt eraan. Oh. Ik was super bang. Hoe snel ging dat? Toen ging ik echt super snel. Ik was echt super bang. Oh my god. Damn. Wat? Die mag je echt niet betreden. Nee. Die mag je niet betreden. Zo bang en zo snel. Damn. En zo donker. Ja. We hebben het gedaan. Amai, ik ben er echt nog altijd niet goed van. Maar nu is het tijd voor de rode glijbaan. En daarvoor heb je een band nodig en wij gaan met tweeën. Oké, let's go. Nu is het tijd voor de disco glijbaan, denk ik. Want kijk naar de zin, kijk naar de zin. Yeah! Dat is disco. Ja. Gaan we? Ja, we gaan. Jij eerst. Oké. Okay. Oh, klaar? Ja. Oh. Oh. Yeah. Oh. Oh. Dat ging wel veel sneller dan ik verwacht had. Oh, man. Wat was dat? Nee, wat? Oh, wat? Oh, ja, ja. Oh, nee. We hebben echt een groot probleem. Maar echt een groot probleem. Ga jij het zeggen? Ga jij het zeggen? Samen. 3, 2, 1. We moeten naar het toilet. Ja, we moeten pipi doen. Oh, dit is echt... Dit is echt niet leuk. Nee. Het probleem is dat de deur naar het toilet vast is. Ja. Dus de enige optie is eigenlijk pipi doen in het zwembad. En dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen.
En kijk, dus... buiten is het gewoon donker. Ja. Het is nacht. Inderdaad. We hebben hier wel super lang gezeten. Het is nu denk ik 12 uur. Ja, ja, ik weet niet hoe laat het is. Maar we moeten nu wel echt vertrekken, want ik moet naar het toilet en Serine ook. Ja, en ik heb ook super veel honger. Ik ook. Maar dit hadden we niet gepland. Nee. Oké, okay, we gaan even voorstappen naar het toilet, want het is echt dringend. Dus jullie bedankt om te kijken. Ja. Onze 24 uur challenge is niet gelukt, spijtig genoeg. Inderdaad. We hebben wel ons best gedaan. We hebben zeker ons best gedaan. Maar als we meer dan 5000 likes halen op deze video, kunnen we het misschien nog eens proberen. Inderdaad. Dus like deze video en tot de volgende keer. En abonneer. Yes. Peace. En bedankt om te kijken. Ja. Jullie zijn echt de allerbeste. En de volgende keer gaat ons lukken. Ik kan niet goed zien. Oh, wat doe je?